Mijn naam is Romy en mijn video's gaan over positiviteit, gezond leven en ik deel mijn ervaring en herstelproces van mijn eetstoornis. En ik sta nu in de binnenstad van Goes. Ik zal even laten zien wat je hoort op de achtergrond. In deze video wil ik even een update geven, want als je mij nog niet zo lang volgt, zal ik het even uitleggen waarom ik net zei dat we 5 weken ineens verder zijn. 5 weken geleden heb ik een kaakoperatie gehad. En ik had er met mijn kanaal voor gezorgd dat er tussen de vlogs andere video's zaten. Waardoor de vlogs eigenlijk een beetje achterliepen op de realiteit. En ik in werkelijkheid na de datum van de operatie, dus 22 juli, tijd had om te kunnen herstellen van mijn kaakoperatie. En je kunt misschien aan mijn praten nog wel zien dat mijn bovenlipspier het nog niet helemaal doet. Ik ben daar nog druk mee aan het oefenen, met oefeningen van de fysio. Maar nu ben ik wel weer voldoende hersteld om weer te kunnen praten en om weer te kunnen filmen. En man, wat had ik die weken nodig. Want die eerste weken vooral waren echt behoorlijk pittig. Het is niet dat ik helemaal niet gefilmd heb, maar ik heb heel weinig gefilmd tijdens die 5 weken dat ik nu rust heb genomen om te herstellen voor de kaakoperatie. Ik heb wat kleine shots gemaakt en die ga ik even aan jullie laten zien. Wel wil ik nog even erbij zeggen dat jullie niet moeten schrikken van de eerste beelden. De gevolgen van de kaakoperatie waren bij mij, ik had de pech dat ze bij mij nogal een beetje in het extreme waren getrokken. Ik had er naast de zwelling ook nog een bloeduitstorting bij, onder mijn oog, van hier tot hier. En ik had heel veel blauwe plekken. Dit gebeurt niet bij iedereen, maar ik had de pech dat het bij mij wel gebeurde. Maar zoals je me nu ziet, is alles weggetrokken. Daar gaat hij dan. Oké, en als je dan denkt, na de operatie gaat Romy alleen maar een eetstoornis toegeven, want dan is ze zielig. Nou, ik ben helemaal niet zielig. En ik ga gewoon een uitdaging doen en ik ga deze hele pot leeg eten. En het is nu 1,5 week na de operatie en ik begin een beetje weg te trekken, maar ik heb echt nog van die hamsterwangetjes. En ik kan niet lachen. Kijk, dit is mijn lach. Dat was het. Meer kan ik niet. En het is nu 2 weken geleden dat ik geopereerd ben. En je ziet dat de blauwe plekken en dat de zwelling best wel aanzienlijk is verminderd. Ik heb alleen hier nog heel veel zwelling en heel veel last. Vooral deze kaak doet heel veel pijn. Maar ik denk dat dat ook komt omdat deze kant natuurlijk afweek. Dus dat hij hier iets meer aan gedaan heeft moeten hebben. Ik mag nog niet kauwen. Ik mag mijn neus nog niet snuiten. En ik moet nog een elastiekje dragen om mijn kaken bij elkaar te houden. En dat zijn dingen die ik nog niet kan. Maar wat ik wel vandaag voor het eerst gedaan heb. Ik hoop dat jullie me trouwens verstaan, want ik kan niet zo duidelijk articuleren. Is dat ik vandaag voor het eerst mijn tanden weer gepoetst heb. Niet dat ik 2 weken niks aan mijn tanden gedaan heb, maar ik mocht alleen maar met mondspoelmiddel spoelen. Omdat ik mijn kaken natuurlijk niet van elkaar kon krijgen. Maar nu kon ik voor het eerst voorzichtig vanochtend mijn tanden poetsen. En dat doe ik namelijk met deze. Dit is een tandenpasta van Young Living. En Young Living is de maatschappij, zeg maar, waar mama ook die olietjes van heeft, van die pure plantensoorten. En hier zit dus ook een mix in van bepaalde kruiden en die noemen ze thieves.
En dat is dan een mix van de aftreksels van bepaalde specerijen. En de genezende werking van dat mengsel dat in die tandpasta zit, is dat het zeg maar ontstekingen tegengaat en dat het helpt bij het genezen. En ik merk nu ik het weer gebruik, want ik gebruikte het voorheen, maar ik merk nu dat het wel verzacht aan de plekken waar mijn hechtingen zitten. En dat het ook een beetje ervoor zorgt dat dat rode in mijn mond weggaat en dat pijnlijke en dat strakke. Dit is trouwens helemaal niet gesponsord, maar ik gebruik die olietjes van mama best wel een tijdje en ik weet gewoon dat ze voor mij echt werken en dat die genezende werking van die pure aftreksels gewoon heel sterk zijn en dat ze echt heel veel mooie resultaten opleveren. Ik ga nu ook eventjes een maaltijd laten zien die ik ga maken. Ik was het echt na 1,5 week was ik het echt al kotsbeu, al die pureetjes en die mixjes. En dan heb ik echt de neiging om een cracker te eten, want dat kraakt zo verschrikkelijk lekker. En daar heb ik nou echt behoefte aan. Maar ik ga nou even mijn maaltijd laten zien en ik ga proberen wat meer zachtere voeding te eten. Ik mag nou wat meer zachtere dingen eten. Dus bijvoorbeeld erwtjes en ik ga zo meteen een courgette erin doen. Maar dat het zeg maar wat zachter gekookt is, zodat ik het met mijn tong tegen mijn verhemelte kan fijn malen. Dan mag ik het eten. Dus ik heb nu eerst spinazie in mijn blender gedaan. Dit is 100 gram. Alleen spinazie geblenderd met peper, zout en currypoeder. Dan krijg je dus deze groene smurrie. En daar doe ik vandaag gekookte courgette bij. En 50 gram quinoa. En ik heb hier nog even een mix van 15 gram smeerkaas en 10 gram ketchup. Het is gewoon ketchup manis en smeerkaas naturel van Eru. En die ga ik ook even mengen. Zo, krijg je dit. De smeerkaas wordt een beetje klontjesachtig, maar het is wel zacht. En dan gaat dat bij de rest. En dan doe ik er nog een beetje Provençaalse kruiden overheen. En dan heb ik mijn maaltijdje. Hoi, hoi. Het is nu even kijken. Het is woensdag 7 augustus. En dat betekent dat het nu 2,5 weken na de operatie is. En ja, de zwelling is verminderd. En de blauwe plekken zijn eigenlijk bijna weg. Alleen ik heb nog wel de verdoving, zeg maar. Aan deze kant is het al bijna uitgewerkt, de verdoving. Maar aan deze kant zit het nog wel heel erg. Dus hier is het nog wel wat dik en hier zit de zwelling. Elke dag gaat het een stukje beter. Ik kan nog steeds niet lachen. Dat is echt heel raar. Want als mensen dan op straat mij begroeten, zeg maar, dan wil ik begroeten. En dan, ja, meestal lach ik daar wel bij, zeg maar. Maar dat gaat nou gewoon niet, want dan wordt het een beetje zo. Dat dus. En verder merk ik wel dat het. Ja, dat het steeds beter gaat. Ik probeer nou ook wel met het eten niet meer alleen mousse en puree, maar ook meer dingetjes die ik tegen mijn verhemelte plat kan zuigen, zeg maar. Of bijvoorbeeld zachte dingen. Net als dat je bijvoorbeeld huttekaas hebt of zo, dat is heel zacht. Of zachte kaas, net als mozzarella of zo. Als ik die op kleine stukjes doe, dan kan ik die een beetje zuigen tegen mijn verhemelte en dan lukt het iets beter. Maar ik mag nog steeds niet kauwen. En volgende week vrijdag heb ik weer een controle. En dan, ja, dan hoor ik wel meer. Ik denk dat dat elastiekje, dat dat 6 weken moet blijven zitten. Want als je, zeg maar, een been gebroken hebt, dan moet je ook 6 weken in het gips. Totdat dat bot aan elkaar is gegroeid. Dus ik denk dat dat elastiekje ook sowieso 6 weken moet blijven. En dan zit het een soort van. Het bot zit wel aan elkaar, maar dan duurt het echt nog maximaal 3 jaar eer dat het weer zeg maar zijn oude sterke volume terug heeft. Hoi hoi. En nu zijn de eerste 3 cruciale weken voorbij. Ja, aan mijn gezicht zie je nog een beetje dat het hier is het nog zeg maar heel gevoelloos, dus die spieren werken nog niet helemaal, maar alle blauwe plekken zijn helemaal weg
En het grootste gevaar is nu geweken. Ik kan ook weer een beetje fatsoenlijk praten zonder dat ik heel snel moe word. Maar ik moet nog wel echt oppassen, want ik voel nog wel heel veel druk hier zo. En ik weet dat dit geen receptenvideo is, maar ik heb me toch een lekker recept uitgevonden. Nou, dat ga ik jullie nou eventjes nog laten zien. Hoe vinden jullie het trouwens? Je ziet echt, hè? Het is recht, hè? Hier zo. Er zit geen uitsteeksel meer. Het is allemaal precies. Precies zoals het, ja, zoals het in theorie zou moeten, zeg maar. Oké, wat heb je nodig? Eigenlijk deze vijf dingen maar. Ja, en heet water. Ik heb Surinaamse ijssalade. Daar zit nog wat in. Dus die ga ik opmaken. Ik heb dried mixed vegetables. Dat zijn gegrilde groenten. En die zijn daarna nog een beetje gedroogd, zeg maar. Die komt van de Lidl, volgens mij. Maar die hebben ze niet altijd, maar die zijn heel lekker. En daarom voeg ik dus ook geen extra zout toe. Dan hebben we rode bietjes met ui. We hebben nootmuskaat als kruiden. En hier in mijn schattigpannetje zit quinoa. Dus daar gaan we er ook 50 gram van bij doen. Eerst ga ik 200 gram bietjes eventjes laten koken. Er zat wel wat vocht bij, maar ik heb er nog een beetje extra water bij gedaan, want anders kookt het te snel droog. Ik ga het dus eerst warm maken, want ik heb zin in iets warms. In mijn schaal doe ik dan al de ijssalade en de quinoa. Ik heb mijn bakje ijssalade leeggemaakt. Dat was nog zo'n 30 gram en dan 50 gram quinoa. En dan strooi ik daar al wat nootmuskaat bij. En dan ga ik dat even roeren. Dan krijg je dus een beetje een soort van, ja, een stevige substantie. En de bietjes staan nu ook te koken. En daar doe ik ook een klein beetje nootmuskaat bij. En dan eventjes doorroeren. En dan in de bak voor de blender gaan dan al de gegrilde groenten. En je ziet dus zo'n gedroogde tomaat en gegrilde olijven en aubergine. Het zijn echt allemaal verschillende soorten ook. Er zit al een beetje kookvocht bij, maar ik heb nog wel een beetje extra toegevoegd. Want gisteren merkte ik dat die toch wel heel erg stevig was. Dus ik ga nu even kijken en dan hoe de substantie zo meteen is. Zo, dop erop en mixen maar. Zo, kijk, en je ziet dat hij er van boven er nog een beetje aanplakt. Dus ik denk dat ik er zo, als ik het in het schaaltje doe, er nog een beetje extra water bij moet doen. En dan even goed roeren. Sudokertje erbij en en dan heb je lekker een warme lunch. Hey, het is nu woensdag 14 augustus. Als je niet goed tegen triggers kan, dan zou ik je aanraden om dit stukje even over te slaan. Maar ik wil wel open en eerlijk zijn over wat er allemaal gebeurt. Ik ben net naar de diëtiste geweest. En vorige keer bij een behandelaar. Was dus 2 weken na de operatie was ik 8 ons afgevallen. En dat vonden we allebei wel meevallen, want de dokter had gezegd dat het wel 4 kilo had kunnen zijn. Maar nou is 2 weken later en ben ik naar de diëtiste geweest. En nu was ik bovenop die 8 ons in 2 weken nog 1,2 kilo kwijt. Terwijl ik wel hetzelfde gegeten had, zeg maar. Dus ik merkte het ook wel aan mezelf. Ik heb alleen maar spiegels die ik zie tot hier. Maar als ik naar mijn lichaam keek, merkte ik dat ik toch vond dat mijn benen er wel dunner uitzagen. En ik wist het gewoon niet als ik naar mijn gevoel moest luisteren. Want ik heb dat zo lang ontzegd. En soms zat ik vol. Maar op een dag later bij hetzelfde eetmoment, dan had ik evenveel. En dan had ik weer honger. Dus ik wist echt totaal niet wat het zou doen. En het bleek mijn gevoel en mijn idee van mijn lichaamsbeeld toch wel juist te zijn. Dus ik was 1,2 kilo kwijt. Dus gelukkig moest ik nog boodschappen doen.
Dat had ik expres bewaard voor daarna, omdat ik dacht van ja, als er iets is, dan kan ik daarna in ieder geval een boodschappen. En dan kan ik nog dingen in huis halen die zij me aanraadt. Dus diëtist heeft me even geholpen om mijn lijstje te maken. En ja, ik moest even wat hulptroepen inschakelen. Dus ik ben nog even bovenop wat ik al had. Nog even naar de winkel geweest en nog even wat extra calorieën toegevoegd. Je zou misschien denken, Romy, waarom zitten er stroopwafels tussen? Maar die kan ik dus, als ik die warm maak, wordt die heel zacht en dan kan die opzuigen. Dus dat heb ik al ondervonden. Dat is heel geschikt. En satésaus, dan kan ik gewoon als ik extra calorieën nodig heb, er ergens doorgooien. Want ik gebruik wel pindakaas, maar daar kan ik niet te veel van gebruiken. Want dan krijg ik het gevoel dat ik ga stikken, zeg maar. Dus ik moet nou mijn calorieën nou gaan verhogen. Maar ik worstel daar gewoon heel erg mee. Omdat ik heb ondervonden dat ik niet te veel dingen met elkaar kan mengen. Want dan is het niet meer lekker. En als ik dan maar een paar componenten heb. Dan moet ik echt soms een halve liter maken, zeg maar. Als voeding om aan mijn calorieën te komen. Dus daardoor is het heel lastig voor mij om met groente en fruit en zo, om dan smoothies te maken die genoeg calorieën bevatten, maar die niet te veel hoeveelheid hebben, zeg maar. Dat lukt gewoon niet zo goed, omdat ik dan heel snel last krijg van mijn kaak. En dan ben ik echt zo 3 kwartier verder en daar heb ik ook niet zoveel zin in. Zeker niet als ik overdag nog afspraken heb, maar 's avonds heb ik meer tijd. Dus heb ik even die extra dingen in huis gehaald. En ik denk dat ik vanavond deze gewoon even in een keer ga eten. Hoi hoi! Het is vandaag 16 augustus. En ik ga nou richting het busstation van Goes. Want dan ga ik met de bus naar Terneuzen en mama haalt me daarop, want dan gaan we weer naar de kaakchirurg, want ik heb een controle. Kijk jongens, ik kan weer een beetje lachen, zonder dat het pijn doet. Maar het is nog een beetje gevoelloos daar zo. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed. Ik hoop eigenlijk dat hij zegt dat ik zachte dingen een beetje, een heel klein beetje mag kauwen. Want ik heb echt de neiging zo om ergens mijn tanden in te zetten, zeg maar. En aan de andere kant, de operatie is 3 weken geleden? Ruim 3 weken, bijna 4 weken. Dus mijn botten zitten nog niet aan elkaar gegroeid natuurlijk, maar ik zal het al horen. En dan nu even wachten op mama. Nou, ik denk dat ze zo wel komt. Oké, ik ben terug van de kaakchirurg. En ik mag zachte dingen zachtjes kauwen. Dus net als zachte broodjes of spaghetti of ja, dat eigenlijk. Mag ik heel zachtjes kauwen en ik moet oefeningen doen. Dit doen. En dan moet ik het alfabet heel goed articulerend opzeggen. Want dan worden mijn lippen weer een beetje soepeler. En dat moet ik 3 keer doen. En dat moet ik dan ook nog eens 3 keer per dag doen. Ik heb nu even een puree gemaakt. En ik mag zachte dingen beginnen te kauwen. Dus ik heb mijn surimi en mijn kappertjes dit keer niet meegedaan in de blender. En dan de eerste keer kauwen. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen zien. Dat voelt heel gek. Ik heb 4 weken alleen maar zitten zuigen. Oh, nu wordt hij ineens lichter. Heel raar. Alsof ik nu pas ga ontdekken of zo. Alsof er daar ook nog kauwvlakken zitten of zo. Dat voelt echt heel gek. En zo zijn we aangekomen bij het punt waarop ik nu zit. Nu is het dus 5 weken na de operatie. En dat wil dus zeggen dat ik nog 1 week moet. En dan mag ik waarschijnlijk weer terug beginnen met echt voeding proberen te kauwen. Maar dat bot heeft gewoon nog 1 week nodig nu.
om echt een beetje aan elkaar te kunnen groeien. Ik merk wel dat er individueel veel berichtjes komen over vragen over de kaakoperatie, over de rol van mijn eetstoornis tijdens de herstelperiode van de kaakoperatie. Ik wil hier graag ook in mijn volgende video's wat meer aandacht aan besteden. Dus heb je een vraag over de kaakoperatie, over de rol van mijn eetstoornis tijdens het herstel en of beide of apart over de eetstoornis of de kaakoperatie, laat ze dan hieronder achter. Ik heb als het goed is op Instagram ook al even een oproepje gedaan. Maar voor degenen die mijn Instagram nog niet hebben, kun je ook hier je vraag achterlaten. En als laatste wil ik nog zeggen dat ik me nu wat meer wil gaan focussen op het weer in de maatschappij terugkeren. En dus een baantje gaan zoeken. Want ik zit nu in het sociaal pensioen en ik woon op mezelf. En ik wil nu toch wel wat meer invulling aan mijn dag gaan geven. En wat grotere stappen gaan zetten. En daarom wil ik mijn kanaal, mijn video's, wil ik terug gaan brengen naar één keer in de week. En ik wil jullie vragen wat jullie willen zien. Willen jullie vlogjes, Q&A's of om en om of bepaalde onderwerpen? Laat gewoon achter wat je van mij wilt zien en waar je nieuwsgierig naar bent. En dan zal ik kijken wat ik daarmee kan doen. En dan ga ik daar elke week video's mee maken. Nou, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en interessant om te zien. Ik hoop dat jullie niet te veel geschrokken zijn van mijn blauwe plekken. Abonneer op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Geef een duimpje omhoog en ik zie jullie graag in de volgende video.